Kennen jullie allemaal een heerlijke kop koffie? En als je aan zo'n heerlijke kop koffie een melkje toevoegt, dan wordt die donkere koffie romig. Dit melkje zou je kunnen vergelijken met kracht van inspiratie. En daarom nodigen wij je uit op onze eerste inspiratieavond op 6 december. Drie inspirerende figuren gaan je enthousiasmeren, telkens vanuit een heel andere invalshoek. Jonas de Vis heeft toegezegd, hij is een community worker van de Buffalo's in Gent en gaat via voetbal sociaal kwetsbare jongeren toekomst geven. Lore Bellaert is ook van de partij. Zij heeft heel intensief gewerkt in Oeganda met Soedanese vluchtelingen en vertelt je een beklijvend verhaal van inzet voor kwetsbaren, maar ook van zelfconfrontatie. En Paul Brakke is verbonden met de Hogeschool Gent, is heel erg op de hoogte van sociaal ondernemen en motiveert ook studenten om te durven ondernemen. Zijn indrukkingen en ervaringen heb je zeker te goed. Dus maak je vrij 6 december, de Clemenspoort om 20 uur 's avonds. Alles wordt ook gefilmd, is nog nadien te bekijken op internet. Maar na de impulsen kan je zeker rekenen in onze cafetaria op een biertje of een glaasje wijn. En je kan verder in dialoog gaan met deze drie zeer enthousiaste, inspirerende sprekers.